Is spelen in de kleuterklas ook leren? Als ik denk aan kleine kinderen, dan denk ik aan kinderen die aan het spelen zijn. Voor hen is dat spelen een serieuze bezigheid, waarin ze helemaal op kunnen gaan. Tijdens het spelen liggen er ontzettend veel kansen om te leren op allerlei vlakken. Ten eerste leren kinderen ontzettend veel over de voorwerpen waarmee ze spelen. Denk zomaar aan het kind in de bouwhoek, dat ontdekt dat er ontzettend veel soorten blokken zijn die niet allemaal evenveel stabiliteit geven aan hun blokkentoren. Of het meisje in de poppenkamer, dat ontdekt dat haar lievelingspop te groot is voor dat kleine bedje. En dan is er natuurlijk ook het feit dat kinderen ontzettend snel overgaan tot rollenspelen. Denk maar aan de winkelier en de klant, de dokter met zijn patiënt. En dat vraagt om afspraken maken, luisteren naar elkaar, misschien een conflictje oplossen. Allemaal belangrijke vaardigheden op sociaal-emotioneel vlak. En op die manier gaan ze spontaan hun taal verder ontwikkelen. Kleuteronderwijzers hebben een streepje voor op hun leeftijdsgenoten. Want je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.